even, moet ik even andere kleding aandoen. Ja! Het is vandaag ook alweer tijd voor rap. Wilbert? Hi. Wow! Hoe kun jij vliegen, man? Dat was raar. Wat is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van rap? Heb je de zin in? Smet dan zeker weten op een duimpje omhoog. Eén like is één dode lord. Er is heel veel veranderd de afgelopen tijd in rap. We zijn een beetje offline verder gegaan om vooruitgang te krijgen. Hey. Kijk, we hebben een eerbetoon en alle Lars is Lars 1. Dus de allereerste Lars die hebben vermoord. Ik geef jou trouwens een mogelijkheid omdat het superveel is veranderd. Jij mag een MTV Crip Piraat editie doen. Yo, 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 welkom bij MTV Crib. Als we hier kijken, zien we meteen de netten. Hier hebben we nog meer netten. De opslagruimte. Ik heb ook trouwens wat cadeautjes voor je. Doe ze allemaal eventjes in mijn inventory. Kijk wat ik jou allemaal geef. Zo, dan ben je even wat sterker, dan ben je even wat beter. Dan zie je er wat beter uit, want hoe je er nu uitziet. Nee, je bent niet de knapste hoor, nee. Waarom breek je mijn hart? Er is gewoon superveel veranderd. Waarom heb je pijlenboog vast? Ja, ik heb alleen geen arrows. Ik weet niet waarom ik dit heb gemaakt. Maar wat ik vandaag eventjes met jou sowieso wil doen. Ik wil naar die rift daar. Waar is de vette rift in? Ik wil naar dit eilandje hier toe, want ik ben benieuwd. Want ik zie daar een kratje. Daar zitten meestal super goede dingen in. Yo. Voordat we dat gaan doen, Wil, waar ben je eigenlijk? Waarom ben je daar helemaal? Ga je nu al naar de raft toe? Ik moest veel naar de raft toe, zei je. Oké, jij mag naar de raft. Dan ga ik een aantal dingetjes maken. Want ik wil namelijk zoiets. Je hebt echt geen idee hoe kut onze raft eruit ziet van deze afstand. Hé, dat zijn vleugels. Wij gaan naar de hemel. En dan kunnen we namelijk makkelijker op een eiland komen daar bovenin. Oh shit, wacht even. Ik hoor een mail. Ik ga hem proberen af te maken. Ik wil niet... Mag ik verder komen? Ja, ik heb eentje afgemaakt! Wat krijg ik daarvoor? 6 veren en 2 drumsticks. Oeh, lekker vlees, Wilbert. We gaan vandaag lekker smikkelen. Ik plaats het al vast op het vuurtje. Ik wil vandaag eventjes voor jou wat equipment maken. Maar dan heb ik sowieso wat Feingot nodig. Wat touw. Touw valt zo te regelen. Maar ik heb sowieso wel genoeg dingen om het te maken. Ik maak alvast even rope. Superveel. En ik ga ze beide nu maken. Dan zijn we namelijk... Oh shit, er komt touw tekort. Wilbert, we hebben geen blad meer. Ik heb blad voor je. Jij hebt blad voor mij? Nice. Ik ga sowieso dit alvast onder. Zie je dat nu wat ik aan heb? Nee. Ik heb flippers aan. En een oxygen bottle. Ik kan nu sneller onder water. Ik pak sowieso even zo'n drumstick. Ik hoor weer een mail. Maak hem af met een spit. Oh god. Wilbert, kom hier. Arr. Arr. Heb je nog laatste woorden? Arr. Ja, ik heb laatste woorden. Ik heb een mopje voor. Oh. Ik wil nu wel je mop weten. Oh shit, shit, shit. Ik hoor weer een mail. Oké, ik ga hem weer pakken. Maak hem dood, maak hem dood. Ja, stil, stil. Ah! Nog meer veren. Jij hebt nu trouwens wel genoeg veren. Want jij wou sowieso een bed maken. En ik heb hier voor jou nu 16 veren. Daar kom jij sowieso 16? Wel... 16? Precies het aantal wat ik nodig heb. Echt? Jij gekke malle jongen. Ik heb wel gewoon genoeg touw. Dan kan ik voor jou ook een flipper maken. Maar dan moet ik alleen nog van die fletjes hebben. En daar heb ik ook wel genoeg van. Wilbert, heb jij voor mij 1 touw? Dank u. Doe ze even aan. Ik ga ze meteen even uitproberen. Want daar is namelijk een eilandje. Halleluja. Wilbert, zit een haai achter je aan. We kunnen nu super snel zwemmen. En heel lang onder water. Dat is zo chill. Dan kunnen we namelijk even al het zeewier pakken en al die dingen. En natuurlijk alle scraps. Dan kunnen we ook meteen kijken hoe diep kunnen wij onder water. Oh, we kunnen nu zo lang onder water. En ik zie hier meteen alweer metal ore. Want die zijn namelijk super chill. Want we hebben een smelter. Heb je de vorige aflevering nog niet gezien? Check hem in de beschrijving beneden. Kanaal van Wilbert. Abonneer ook op hem. Hij is zielig. Maar wij gaan een nieuwe grill maken. Een advanced grill. Hier kunnen wij ook wel die grote vissen op plaatsen. En ik wil met jou die anker maken. Ik ga de boom wel even omhakken. Want dan heb ik namelijk genoeg voor die anker straks. Maar dan moeten we een mooie locatie voor vinden. Meeuw! Ja, weer! Mooi! Yay! We hebben gewoon nooit meer last van dieren. Hè? We maken ze gewoon continu af. We hebben hangmatten. Ja, we kunnen hier nu slapen. Oké, dat is wel chill. Dat is wel cool. We hebben onze eigen slaapkamer nu. Ik heb nog 1 roop nodig. Dus ik ga ook even de overige boom hier even hakken. En dan gaan we... Wilbert, dan maak je een anker en dan gaan we slapen, oké? Ja, precies, want slaap is belangrijk. Ja, wat Wilbert zegt. Ik heb hem gemaakt! Oh my god, zo groot. Wow, kijk! Hey, we hebben een anker! Ja, dat bedoel ik dus. Gewoon hier zo. Kan ik hem weer afmaken? Nee! Zo close. Zullen we even slapen? Laten we even onze nieuwe hangmat uitproberen. Want dan kunnen we daarna eventjes naar het eilandje toe gaan. Wat lig je er lief in? Ik heb nog steeds mijn mopje niet verteld. Wat is je mop? Mop trommel met Wilbert. Jongens zegt tegen meisje, jij bent het knapste en leukste meisje wat ik ken. Meisje antwoordt, jij wilt zeker n***en. Waarop de jongen zegt, zo, je bent nog slim ook.
Laten we naar het eilandje toe gaan. Wilbert, ik haal eventjes de anker weg. Moet jij de zeil even besturen, zodat we wel eventjes naar het eilandje toe gaan. Ik stuur naar het eiland. En wat zal erin zitten, hoor? Alleen maar planken. Sowieso die grill maken. Oh, wacht, die kan ik al maken. Wilbert, we hebben een grill! Oh man, een grote. Nu lekker eten met z'n allen, want we hebben een super grote grill. Halleluja! Wauw, dit is vet. Kan ik hier al wat vlees op plaatsen? We hebben een chest met alleen maar grote vis. Ik heb al wat dingetjes erop geplaatst waardoor de grote vis niet op kan. Ronald, ik heb nog een mopje voor je. Nou, wat je mop? Mop Patrol in Wilbert! Geef mij maar een joint, zei de goudvis. Dan word ik haar. Ik ben zo klaar mee. Ik wil graag een receiver en een antenne maken. Maar dan hebben we een circuitboard nodig en wat scrap. Ik heb koppen ignis nodig. Wij gaan zo freaking ver komen. Ik heb nu al twee van die circuitboard gemaakt. Kijk wat ik heb gemaakt. Dat ga ik boven even plaatsen. Een antenne en dit. Ik heb geen flauw idee wat het is. We hebben alleen een batterij nodig. Wat kunnen we hiermee? Kunnen we dingen zien als schepen die gezonken zijn? Even kijken of we nog genoeg scrap hebben. Anders moeten we even onder water. We zijn zo ver. Dit maakt me zo blij. Ik ga onder water, Wilbert. Tot ziens. Geef me eventjes die oxygen ding. Dan kan ik namelijk wat dieper onder water. Ik zie hier weer. Mew! Ja! Ik ga onder water. Tot ziens, jongen. Ik heb al super veel scrap. Oh, dude. Er is hier weer een krat onder water. Ik heb weer super veel spulletjes. Oh! Ik heb een batterij. Ik ga hem erin plaatsen. Wat is dit? We hebben drie antennes nodig. Too close to receive it. We moeten meerdere antennes maken? We moeten echt meerdere antennes maken. Oh, wauw. Gaat in één keer een touw door. Antenne 1, antenne 2. En dan antenne 1 is too far from receiver. Is nu weer too far? Oh my god. Maar waar moet ik ze dan neerzetten? Geef mij die antenne nou eens. Ik weet wel waar ik hem kan plaatsen, slimme. Boeiaka. En dan ga ik even meerdere maken dan. Ik weet namelijk de perfecte plek voor de antenne. We moeten dit wel continu uitzetten, want de batterij kan opraken, Wilbert. Ik heb een cadeautje voor je. Zodat jij even wat beter kan ordenen. Hier is een chest. Ik heb 4 chesten voor je gemaakt. Wees er zuinig op, want het heeft mij echt 4 hintjes gekocht die echt lastig zijn te maken. Wat lastig is om te krijgen. De bovenste verdieping ben je nu druk mee bezig. Ik kan je eventueel denk ik het wel helpen, want ik heb toch wel genoeg hout. Ik help je namelijk wel eventjes vanaf boven om verder te bouwen. Wow! Ik glitch, ik zit vast! Ronald! Nee! Je zit er met de helft van je lichaam doorheen! Kun je me eruit halen? Ik kan nu een X maken. Ik zal even hier de boom hakken. Wilbert, dan nee. Fix ik daarna wel weer wat planken voor je, hoor. Ik wil graag wat planken willen, Ronald. Wil je planken hebben? Waarom heb je het ook zo groot gemaakt? Wat? Wat wil je met die hele platform doen straks? Wat denk je? Nou? Lopen, ruimte, keuken maken. Hier kunnen we van die stokken plaatsen, maar hoe doen we dat? Nou, maar dat is lastig. Oh, hier zo! Boom, we hebben ze allemaal! Ja! Nu kunnen we al lopen erboven. Ik heb trouwens nog genoeg scrap, dus ik kan nog eventueel wat spijkertjes maken. Lululululu. Ik heb nu 18 spijkers, dus ik zal hier ook even een paar plaatsen. Ja, spijkers zijn wel chill. Moet ik ze overal plaatsen, omdat spijkers snel opgaan? Nee, je hoeft ze niet overal te plaatsen, hoor. Oh, dat heb ik al gedaan. Hey, Wilbert. Kijk boven je. Kan dit? Nee, we moeten hier nog een paaltje plaatsen. Maar ik heb te weinig hout. Nee, niet alweer. Oké, tijd om de netten te legen. Zoveel spulletjes. Die netten zijn zo ideaal. We kunnen al eventueel alvast die extra antenne te plaatsen. Ik heb hier al verder gebouwd. We hoeven nog een aantal dingetjes te hebben. Wilbert, ik voel het einde al in zicht. Ik voel het einde ook in zicht. Ha! Maar dit kan ook niet in zicht zijn als jullie antenne niet plaatsen. Want ik wil namelijk weten wat dit ding is. Ze hebben niet voor niets onze blueprint toegegeven in de allereerste aflevering. Hier heb ik dus niks aan, hè? Hij mag niet te dicht bij die in de buurt, deze. Ik heb een idee. Ik pak een aantal plankies. Lang leven de netjes, jongens. Ja. Kunnen we het niet hier plaatsen? Kijk. Nee. Kan niet. Jawel, kijk, hier ook. Als ik dit nu gewoon hier zo plaats. Oh ja? Hier moet nog een paaltje. Geef me even. Ik heb geen spijkers meer, dus dat laat ik aan jou over. Ik heb nog wel een spijkertje, denk ik. Ik zie daar weer een meeuw! Boom! Oh, dood. Eiland in zicht, trouwens. Eiland in zicht! Gaan we erheen? In zicht! Moeten we wel snel zijn. Oké, ik haal de anker over. Jij stuurt er nu naartoe. Kom wel, het eiland! Ik stuur er naartoe, nu. We gaan er nu juist weer verder weg. We gingen er recht op af. Misschien heb ik genoeg hout. Hier kunnen we er zo op komen. Are you shitting me? We kunnen het proberen. Ik ga er langzaam naartoe. Hebben we fall damage? Oh, god. Ik ga proberen om erop te springen, oké? Probeer het maar, zou ik zeggen. 3! Oh, shit, ik heb honger! 3, 2, spring! Geen fall damage. Nee! Heb je het gehaald? Ik heb het gehaald. Kan ik meteen dit kijken? Super veel shit, no joke. Ik ga even alle bomen weghalen. En daarna gaan we kijken of die antenne het doet. Want ik wil weten, waar zal dat naartoe leiden? Mm-hmm. Ik ben druk voor je aan het hakken. Ik heb bijna genoeg hout, denk ik, voor je. En dan kun je dit afmaken. Oh, wow, wat een lelijk ding. I know, als je het wel hier ziet, dan zit je echt zo van... Waar ging het mis? Heeft een peuter van 3 dit gemaakt of zo? Te ver! Oké, ik bouw dit nog eventjes dicht.
Maar ik kan hier niks plaatsen, dus hieronder moeten van die stokken staan. Ja, sorry, het spijt me. Ik heb geen spijkers. Wilbert! Oh shit, wat als ik dit open doe en dat we ondertussen die kant op gaan? Ja, dat bedoel ik dus. Wat de hel is dit? Het is 1100 meter van ons vandaan. Wat heeft dit te betekenen? Dit is echt heel vet. Is dit onze redding? Het zou maar zo onze redding kunnen zijn. Of? Ik hou dat in de gaten. We hebben toch genoeg batterij. Daar kunnen we ook gezonken schepen mee vinden. Really? Oh my god, dat is vet. Iets meer dan 1000. Dan zien we wat dit is. Wat is dit? Dat is de vraag. Daar komen we nog wel achter, Ronald. Maak je maar geen zorgen. Maar de batterij gaat wel langzaam leeg. Oké, ik doe hem even uit. Er is weer een mail. Ik vind het wel leuk om mailen af te maken. Hashtag Partij van de Dieren. Maar je hebt nu de zeil weggehaald. Maar we gaan nu weer random ergens naartoe. Ja, dan, geen zorgen, Ronald. Dit doen we even open. Ik ga hem even zo zetten. Namelijk iets wil doen, Wilbert. Kijk eens. Ik wil namelijk dit groene puntje wil ik precies in het midden krijgen. Wilbert? Wilbert? Ja. Ik zie wat. Ik zie wat aankomen. No joke. Ik weet niet wat het is. 200 meter van ons vandaan. We gaan er precies op af. Wat is dat? Ik zie een windmolen. Een windmolen? Ja, ik zie dat nog niet. Oh my god, holy shit. Oké, we zijn 200 meter in de buurt. Wat zal het zijn? Ik wil weten wat het is. Het is zo donker. Hadden we maar geslapen. Weet je wat? We halen de anker uit. We gaan even snel slapen. Wat is dat? We kunnen het allemaal wat beter. Oh my god! Is dit een uitkijktoren of zo? Ik heb geen flauw idee wat het is. Ik zal snel. Oké, we gaan slapen. Go. We moeten daar naartoe gaan. Ja, we moeten er naartoe. Oké, ik slaap al. Ik slaap even in mijn oude bed. Het is een windmolen wel. Er zit een windmolen op. Wat zouden we allemaal kunnen vinden is dan de vraag. Ik haal de anker weer uit. Ik wil weten wat het is. Ja, dus we moeten erheen. We moeten ons even. We moeten er nu heen. We moeten even ons goed klaarmaken om erheen te gaan, hè? Dit is echt heel spannend. Ik wil weten wat het is. Want we gaan er nu wel naartoe. Wat de hel is dit? Wat? Nobody cares about a raft. Ik wil weten wat dat is. Ja, dat ziet eruit als een veel grotere, leukere raft. Okay, ik ga even bijsturen. Doe dit even uit, want dat is batterijverspilling, want we zien hem toch al. Wat de hel is dit? Zeg het je maar gewoon. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Laat ik even mijn inventory wat goed leegmaken, zodat ik daar even dingen kan looten. We gaan er tegenaan knallen trouwens. Heb jij de anker al? Kun je die loslaten? Oh my god. Wat de hel is dit opeens? Maar alles is onder water. Alles is onder water. Letterlijk alles is onder water. Ik ga kijken. Ik denk dat we er beter tegenaan moeten knallen. Oh nee, hoeft niet. Ik ga hier gewoon even kijken. Ik wil weten wat het is. Hier is een deur open. Ik ben er al op. Kunnen we hier dingen kapot maken, zoals stoelen? Waarom zou je stoelen kapot willen maken? Oh, je kunt hier wel dingen hebben zoals scrap. Dat kun je dan gewoon oppakken, ja. Laat ook wel wat liggen voor jou. Hoe kwam jij hier bovenop? Gewoon aan de zijkant, er tegenop springen. Oh my god, dit is dope. Holy shit. En hier heb je een beetje parcours. Oh, hier ligt inderdaad scrap. Ja. Die kunnen we gewoon zo oppakken. Ik zie hier een telefoon. Kunnen we die gebruiken om hulp te zoeken? Nee. Maar waarom is dit onder water? Dit is een beetje vreemd. Ik vind bijzonder. Ik vind het zelf ook bijzonder. Wat betekent dit, Wilbert? Ik weet niet wat dit allemaal te betekenen heeft, maar wat ik wel weet is dat het een beetje een puzzel is, heb ik het idee. Het is inderdaad een puzzel. We kunnen hier bovenop komen. Oh. Ja, precies. We moeten echt puzzelen hoe we ergens op kunnen springen. Dit is best wel interessant, Ronald. Dit is echt heel interessant. Hier ligt spullen. Plastic. Hey, maar goed dat ik met dat idee kwam om die radar te maken. Hè? Oh my god, hou je mond jij! Ik wil helemaal naar de top. Ja, ik wil ook naar de top. We zijn ook al bijna bij de top. Kijk, onze raft is niet zo lelijk. Hij is best wel mooi. Het is best wel een mooie raft. Het begint er best wel uit te zien als een cruiseschip. En dat grote ding wordt gestuurd door één zeil. Dat zal hier bovenop zitten. Ik hoor een mail. Oh nee. Wilbert, er zit een mail bij ons eten. Maakt niet uit, ik wil weten. Dat maakt me wel boos. Ik heb het gevoel dat dit onze raft... Wat? Dude, what the hell? What? Where? Save people, Utopia? Australië is compleet onder water. Wat? Al het ijs zal smelten in 2 jaar. Is dit over klimaatverandering? Dit is 2028. 2028? What the hell? Maar de Noordpool en de Zuidpool zijn waarschijnlijk nu weg. Kunnen we hulp zoeken? Ronald, er is geen hulp. Er is niks meer. Ik heb een grapje te maken dat we met het vliegtuig zijn gecrashed. Maar er is letterlijk niks meer. Ik herinner het me allemaal. Ik zag daar iets staan van Utopia. Wat is Utopia? Dat een plekje op de map. Waar het is. Er staat letterlijk waar het is. Oh my god. Maar waar zijn wij nu dan? Ja, maar wij hebben geen kaart. Maar er staat hier ook niet waar wij zijn. Kunnen we een kaart maken dan? Oh my god. God, komen we erachter waar de Utopia is? Dat is de vraag, Wilbert. Dat is de vraag. En dat zien we in de volgende aflevering op het kanaal van Wilbert. Vonden jullie het een leuke video? Smash dat zeker weten op het duimpje omhoog. Het begint spannend te worden, jongens. Ja. Ik zeg mensen bedankt voor het kijken. Heb je deze video nog niet gezien? Hoe durf je? Abonneer hier in de video onder. Ik zeg mensen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!